Hallo en fijn dat u weer kijkt naar de flits over de varkensmarkt. De markt wordt opnieuw verblijd met goed nieuws. Vorige week was er al de verhoging van 3 cent in Duitsland. Dit was nog een beetje een sigaar uit eigen doos, want in de weken daarvoor was de notering met 4 cent gedaald. In week 36-37 wordt wel een serieuze stap omhoog gezet. De Noordwestcommissie verhoogt de notering namelijk met 6 cent. Er werd wel gerekend op een verhoging, maar dan op een van 3 tot 5 cent. De 6 cent is dus een meevaller. Het brengt echter wel meteen weer wat spanning met zich mee over de vraag of de varkensmarkt de prijssprong kan vasthouden. Hier hoeft echter niet al te veel zorgen over worden gemaakt. De markt staat er goed voor nu de vakantie is afgelopen. En daarnaast begint ook de Europese vleesmarkt zich te ontspannen door de groeiende export richting China. Verlagingen zoals we die al 3 keer eerder hebben gezien dit jaar, daar hoeft op dit moment nog niet al te veel voor worden gevreesd. En hoe de varkensmarkt zich verder gaat ontwikkelen, dat kunt u natuurlijk lezen op boerenbusiness.nl.